Het tweede deel van deze middag gaat over open source en open standaarden in relatie tot Web 2.0. Hoe kun je die effectief en efficiënt inzetten? We zien iets andere manier van kijken, iets andere manier van denken. Michel heeft er aardig wat ervaring mee. Hij heeft aardig wat leuke en verschillende opdrachtgevers, waaronder nu één klein dingetje de politie. Maar misschien is het interessant voor de politie om te kijken naar dit soort ontwikkelingen. En gewoon te kijken naar wat de mogelijkheden te bieden hebben. En hoe wij op een effectievere en efficiëntere manier misschien met internet, met webapplicaties, met internet, intranet, web 2.0, BV web, internet, achtige zaken aan elkaar kunnen koppelen. Mijn naam is Michel van Velden, ik ben oprichter van OneShoe. OneShoe is een bureau uit Utrecht, waarbij een aantal disciplines onder één dak zijn samengevoegd. We hebben een aantal disciplines in ons bedrijf samengevoegd en dat is communicatie, open source web development, mobile en digital branding. Waarom hebben we dat gedaan? Wij merkten dat er een nieuw type bureau gewenst was waarbij het bedrijf één aanspreekpunt had voor zowel communicatievraagstukken, zodat wij die dan ook weer intern konden vertalen, dan wel naar het web, dan wel naar mobiel. Ik ga vandaag een verhaal vertellen over open source web development en mobile. Wat is open source? Open source is een concept, sommigen noemen het ook wel een levenswijze. En het betreft de producties en ontwikkelingen waarvan de bronmaterialen vrij beschikbaar zijn. Dat wordt eigenlijk gedeeld met iedereen op het wereldwijde web. Je hebt er vrij toegang toe en je bent ook vrij om daar aanpassingen in te maken. Daarvan is open source het meest bekend en het is bedoeld ook voor het delen van kennis en best practices. Het is eigenlijk een heel democratisch systeem waarbij er samen overlegd wordt hoe bijvoorbeeld, in het geval van open source software, hoe modules verder ontwikkeld gaan worden en waar er behoefte aan is. De kenmerken van open source, daar zijn een aantal voordelen aan. Vele handen maken licht werk. Het is zo dat je kan met een heel klein ontwikkelteam kan je software gaan maken, maar op het moment dat je het open source maakt, kan het zo zijn dat er duizenden mensen mee gaan helpen om jouw product beter te maken. Het biedt momenteel al product voor veel voorkomende situaties. Je bent vrij in de keuze van de aanbieders. Je bent niet dus vastgebonden aan één leverancier. Dat geeft je ook als opdrachtgever heel veel vrijheid. Je kan zelf aanpassingen doen en ook een heel groot voordeel natuurlijk, zeker als er bezuinigingen op ontstaan, geen licentiekosten. We hebben dat, open source ook als filosofie en als levenswijze zeg maar, aangenomen als bedrijf. Het is zo, met name als je gaat kijken naar puntje 3, vrije keuze en aanbieder, de opdrachtgever kan te alle tijden overstappen naar een andere aanbieder. Dat betekent dat een bedrijf die gespecialiseerd is in open source gewoon nog redelijk goed zijn best moet doen om een goed product neer te zetten. Want de opdrachtgever, als ze niet blij zijn, dan kunnen ze gewoon het zaakje oppakken en bij een ander bureau neerleggen. Dat zorgt ervoor dat je gewoon goed werk moet leveren te alle tijden. Het geeft eigenlijk de opdrachtgever een hele hoop vrijheid. Open source. Er zijn al meer dan 150.000 open source projecten. Ik heb in een aantal er naast geplaatst. WordPress, Drupal, Mantis, Alfresco. Het is een brede range aan IT-oplossingen. Componenten, maar ook platformen. Je hebt heel veel enterprise-ready tools. En je hebt ook tools die echt in ontwikkelfase zitten. We zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken naar een nieuw content management systeem. We weten dat dat echt nog aan de basis staat. Maar je ziet dat er een vrij grote community aan het ontstaan is. Die mensen die interesse hebben in dat platform. En dat gezamenlijk verder willen gaan ontwikkelen. Op het ontzettend bereik dat de volwassenheidsfase. En dan zie je dat er enterprise ready tools ontwikkeld kunnen worden. Die weer breed geadopteerd worden. Etcetera. Dus je hebt grote ontwikkelprojecten en je hebt eenmansprojecten. Sommige worden heel erg groot. Hè. Neem een content management systeem om websites te updaten als WordPress en Drupal. En je hebt ook hele kleintjes. Ik ga een voorbeeld geven om jullie mee te nemen in de gedachtenwereld en hoe dat nou kan ontstaan. Drupal. Drupal is een content management systeem om websites te updaten om websites mee te realiseren. Het is gebouwd door een Belg. Dries Buitaert, tijdens studententijd begonnen op zijn kamertje, heeft het open source gemaakt in 2001. Dus hij heeft heel veel mensen enthousiast gekregen via het wereldwijd web en
Momenteel, nou ja, je ziet het, het beste open source content management systeem in 2007, 2008, 2009. Het is heel hard gegaan. Drupal ondersteunt open standaarden, automatische security checks en unit tests, high performance, high traffic. We hebben bijvoorbeeld een website gemaakt, netwerk.tv. Dus tussen 7.000 en 10.000 requests binnen de eerste minuut na de uitzending. En dat betekent dus dat Drupal ook, zeg maar, high performance, high traffic aankan. Er zijn al meer dan 5.000 modules beschikbaar. Dat is niet mogelijk voor een klein ontwikkelteam om dat zelf te doen. Er zijn 40.000 ontwikkelaars wereldwijd en meer dan 2 miljoen websites al mee gerealiseerd. Dat is toch leuk als je met een idee op je zolderkamer start en dat gaat uitgroeien via het wereldwijde web tot een platform waar hele grote bedrijven ook voor kiezen. Er zit een permanent security team zit erop en professionele ontwikkel- en supportpartijen. Maar het is open source. Dus, en dat is dus het mooie, is dat open source is nu enterprise ready. Dat was in ieder geval Drupal. Ja, ik zal even de vraag herhalen. Meneer had het over Joomla als open source content management systeem. En er waren een flink aantal security hacks. Ik las een tijdje geleden dat er 1300 websites in één keer gehackt waren. Wij hebben ook specifiek dan ook daarom niet voor gekozen voor Drupal, voor Joomla. Maar gekozen voor Drupal. Waarom? Drupal heeft een hele open source organisatie opgestart waarbij mensen alle modules die gecommit worden naar de community, dan wel aan de core toegevoegd worden, dat die gecheckt worden door een security team. En daarmee hebben ze het mogelijk gemaakt om van Drupal een enterprise ready content management systeem te maken. Het is dus heel belangrijk dat je ook gaat kijken van oké, hoe is de organisatie ingericht van de open source software die geboden wordt. Wij waren heel blij verrast dat het Witte Huis uiteindelijk gekozen heeft voor Drupal. Dat was een doorbraak voor open source, want de Department of Defense had een check gedaan. Want nou, als er één website is die veel gehackt wordt, of als er veel pogingen zijn tot hacken, dan is het natuurlijk wel het Witte Huis. Hè, natuurlijk. Ze hebben het goedgekeurd, open source en dan wel Drupal als systeem, omdat het, omdat er een heel security team ook achter zit. Grote merken kiezen nu ook voor. Ik ga hem toch even vasthouden. Grote merken kiezen ook voor Drupal, BBC, Disney, Nike, CNN, Nokia. En daarmee zie je dat wat eigenlijk oorspronkelijk is begonnen als een klein idee, dat uitgegroeid is tot een product van wereldnaam. In Nederland zijn er ook een heleboel websites gerealiseerd al met Drupal. NCRV, Ahold, TNT, GroenLinks. Miele, Surfnet zijn allerlei partijen die gekozen hebben voor Drupal. Ik ga zo meteen op een aantal cases ga ik verder in. Ik heb wel even hier nog wat downloadstatistieken. Je ziet dat in 2006 was het nog een middelgroot CMS-systeem. Wat eigenlijk echt de oorsprong was, wat eigenlijk Drupal 4.7 was dat. Vervolgens zie je dat er komt een nieuwe release aan, dus Drupal 5. En dan met Drupal 6 zie je de grote explosie. En je ziet ook dat eigenlijk in die periode ook echt alle grote bedrijven het gingen omarmen. Dan ga ik nu even een case bespreken. Dat is GroenLinks. GroenLinks stelde de vraag, wij willen gaan communiceren met een grote groep, sowieso. Leden van GroenLinks, maar ook met mensen die geïnteresseerd zijn in GroenLinks. Eigenlijk willen wij alles van GroenLinks communiceren via een platform. Nou, toen hebben wij het voorstel gedaan om dat in Drupal te bouwen in combinatie met een mobiele website. Want wij bouwen dan ook mobiele websites ook op basis van Drupal. Deze website bezit naast Eerste Kamer, Tweede Kamer ook lokale afdelingen. En dat zijn er al meer dan 300 in Nederland. Die draaien allemaal op één content management systeem, op één installatie. En dat nog steeds zonder caching. De content die wij presenteren op de website, kunnen wij ook presenteren op de mobiele website. En daarmee zie je het crossmediale karakter van GroenLinks. En daar was dan ook heel trots dat deze website, in combinatie met de mobiele website tijdens de verkiezingen van 2009, de Europese verkiezingen, gekozen werd tot de beste verkiezingswebsite. Waarom? Omdat het een platform was waarbij wij social media, Twitter, polls, in combinatie met mobiele website
volledig geïntegreerd, ja, een media platform hebben neergezet.